Déjà, mettez-vous. Mijn naam is Erik Da Silva, ik ben hier met Paulo Da Silva. Mensen, jullie hebben lang gevraagd naar deze video, de 1 versus 1 part 2. Jullie hebben allemaal geliked en daarom gaan we de part 2 opnemen. Ik zie een heleboel mensen die voor mij zijn, of niet? Nee. Zijn jullie voor mij? Oké, mensen, laat in de comments weten voor welke team jij bent. Vergeet niet te liken en te abonneren. En laten we gelijk beginnen. Let's go. Yes, mensen, in deze video gaan we penalties nemen. One touch. Voorzet met afwerken en 1 tegen 1. Yo, Tigo hier, Willem 217 en vandaag tijd voor revanche. Yes, mensen, we zijn aangekomen bij de penalties. Paulo, wie gaat beginnen? Jij. Ik? Ja. We doen gewoon sip op je schuis, eerlijk. Opnieuw. Oké, ik begin. Oké, Tigo, ben je ready? Ik ben ready. De vorige keer... Zijn jullie ready? Wij zijn ready. De vorige keer, hoe was het gegaan? Even herhaling van de vorige keer hoe het allemaal was gegaan. Oké, mensen. Ik krijg 5 penalties, Paulo krijgt 5 penalties. Laat in de comments weten voor welke team jij bent. Als je voor team Da Silva, voor Erik bent, abonneer. Als je voor team Paulo bent, like. 3, 2, 1. Yo, je kijkt deze video, maar je bent nog niet geabonneerd. Like en abonneer! Mensen thuis, like en abonneer. We wachten op jullie. Oké, ben je al geabonneerd? Dankjewel, veel kijkplezier. Ik heb de eerste gemist. Come on! Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Hij heeft gezegd, Tigo zei nog, tijd voor revanche. Vandaag tijd voor revanche. 3, 2, 1, go! Dat is al gemist. Het gaat niet de goede richting op. Ik heb gezegd, ik ga hem afmaken. Als je ballen hebt, kijk de camera en zeg kijk en leer. Ga naar de camera en zeg kijk en leer. Kijk en calme-toi. Oké, 3, 2, 1. Ja! Heerlijk! Kijk en calme-toi. Christus, jij bent aan de beurt. Dit is mijn 5e. Ik heb er 2 gemist, dus in totaal heb ik er 3 gescoord. Paulo, als Paulo deze mis staat gelijk, van Tigo! Jij kan nu niet falen. Jij kan nu niet falen, Tigo. Als je deze niet pakt, is er geen revanche. 3, 2, 1. Jammer. Die was wel, ik zeg je eerlijk, was wel sterker ingeschoten. De eerste ronde is voor Paulo. Applaus voor Paulo. Applaus voor Paulo, oké. Mensen, we gaan over nu naar de tweede challenge, One Touch. Let's go. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de One Touch. In deze challenge gaan we elkaar de bal inspelen, maar je mag maar 1 keer aanraken en door de poortjes gaan. Degene die de meeste ballen door de poortjes krijgt, wint. Het kan ook gelijkspel zijn, maar deze ronde is voor mij. Als je voor team Paulo bent, abonneer. En like als je voor team Erik Da Silva bent. De echte team, niet de neppe. Ja. Hoppa, stress. 3, 2, 1. Ja, wat? Ik ben er doorheen. Oké, 3, 2, 1. Ja, gechopt. Ja. Oké dan, dan praat je niet meer. Dan hoor ik je niet meer praten. Hé, publiek. Ik hoor jullie niet meer. Wat was er gebeurd? We zijn allemaal stil, we zijn allemaal hier voor Paulo. Ik krijg niet zoveel support. Maar ik heb wel support. Als je ook voor mij bent, abonneer. Keetan,
Normaal. Ja. Shit. Oh, oké dan. 3, 2, 1. Deze ronde was een gelijkspel. Laat in de comments weten wie je vond dat het beter deed. Ik vond dat ik het beter deed. Kijk maar. En toch gewoon doorspelen. Mensen, we zijn nu aangekomen bij de volgende ronde. Dit is Paulus zijn favoriet, voorzetten en afwerken. Ja? Ga je deze allemaal erin knallen? Zeker? Ja. Ja, okay, mensen, mensen, zijn jullie overtuigd dat Paulus alles gaat scoren? Ja! Zijn jullie overtuigd? Ja. Zijn jullie overtuigd dat Paulus alles gaat scoren? Ja! Deze is wel meer overtuigd. Maar zij zijn niet zo overtuigd. Jullie zijn wel overtuigd dat ik ga scoren, toch? Ja! Yes, dat is wat ik wil worden! Let's go! Mensen, laat me even naar Paulus gaan voordat we gaan beginnen met de voorzet, oké? Je gaat niet scoren. Luister. Je kan niet klikken. Je kan niet klikken. Luister. Je kan niet klikken. Luister. Je kan niet klikken. Luister. Zeg alvast, je kan niet klikken. Niet blijf aanpakken. Rustig. Blijf niet rustig. Aanraken. Niet aanraken. Blijf rustig, bro. Je kan niet mensen, klikken. Hij je denkt, gaat niet halen. Je gaat niet halen, bro. Mensen. Je gaat niet halen, bro. Ga, ga. Mensen, luister. Dames en heren, hij gaat missen. Mensen, dit is wat Isaac zei. Minimaal 1. Ga. Mensen thuis. Ga, ik ben klaar. Paulus denkt dat hij, omdat hij hier met veel fans is, dat we hem niet gaan, dat we hem niet het lesje gaan leren. Maar jullie gaan zien, mensen. Ik sta achter. Ik sta achter, maar jullie gaan zien wat gaat gebeuren, ja? Oké, speel me goede ballen in. Ja, ja, kom. Ik wil graag goede ballen. Ja, ja, ja. Net als hoe Isaac ze gaf. 3, 2, 1. Ja! Ik kan wel. Hey. Wat een slechte bal. Ik heb veel haters, mensen, maar met dat moeten we sterk zijn. Dank je, man. Oma is alleen voor mij gemaakt, doe eens herhaling opnieuw. Daarom, daarom, daarom. Pak mijn hand voor. Kom maar. Pak mijn hand voor. Pak mijn hand voor. Bijna, bijna, bijna. Ja. Wat kan ik doen? Helaas. Helaas. Tycho, dankjewel. Dankjewel, Tycho. What the hell? Ja, mensen. Dat zijn nieuwe goals. Hey, vriend. Hey. Hey, vriend. Hey. Hoeveel goals waren dat? Hey! Hey, ze switchen! Hij zegt, oh, vandaag ga je niet halen. Oh, wat zei hij? Staat het op beeld? Wat zei hij? Vandaag ga je niet halen. Hij heeft echt geluk dat we geen 1-1 toch kan doen, want dan weet hij wat met hem zou gebeuren. Mensen, we gaan een extra onderdeel doen. Wat zeg je? 1-1 met keeper. Met keeper, met man in je rug. Nee, alleen keeper. Alleen keeper? Ja, dus toe. Kan je dat aan? 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 Dus Tycho heeft de uitdaging geaccepteerd, 1 versus 1 met de keeper. Tycho nog steeds overtuigd? Hij doet niet zo, net hij was zo verzekerd. Oké. Okay. 3, 2, 1. Oké, de eerste heeft hij gescoord, sterk. Ik zeg je eerlijk, de eerste heeft hij gescoord. Oké. 3, 2, 1. Pak hem, Tycho, pak hem! Stop, Tycho! Oh, mijn god! De eerste, de eerste twee heeft hij gescoord. Pop! 3, 2, 1! Oké, hij mag sneller, oké. Tycho, deze heb jij! Yes. Calme-toi! 3, 2, 1! Mensen, een verhaling voor Tycho zijn uitspraak. Vandaag tijd voor Rivan. Deze heb je, Tycho. Oh, 3, 2, 1. Deze heb je, Tycho. Oh my days. Vandaag tijd voor Rivan.
het is niet makkelijk om die ballen zeg maar te pakken. Maar hij gaf jou wel een panna. En hij gaf jou een panna zo. Ik zeg eerlijk, Paolo heeft alles gescoord. Als Tigo nu één bal van mij durft te pakken, ik zeg je eerlijk mensen, dan breek ik echt mijn klomp. 5. Hey yeah! Wauw man, legende zegt hij zag 5 euro daar zo op de grond liggen. 3, 2, 1. Ga deze scoren, score maar. Tigo Kotte is de naam. Praat op de naam. Praat op de naam. Mensen. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Mijn vraag is, wat is er aan de hand? Yeah. Ik snap het. Wees makkeloos. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij het laatste onderdeel. Paolo staat op dit moment voor. En dit is de onderdeel 1 versus 1. Als Paolo al zijn ballen scoort, dan heeft hij gewonnen. En als ik mis, dan heb ik verloren. Laat in de comments weten of je nog steeds voor mij bent, de underdog. Of dat je voor team Paolo bent. Laten we gelijk beginnen. Let's go. 3, 2, 1. Ja, niet verder. Niet verder. Oké. 3, 2, 1. Ja. Nee, nee, nee. Hier en niet verder. 3, 2, 1. Mensen, ik wou zeggen dat hij in mijn broekzak zit, maar hij zit niet in mijn broekzak. Hij staat achter. 3, 2, 1. Tigo pakt vandaag super veel ballen. Ik zeg eerlijk respect. 3, 2, 1. Tigo hebben! Tigo! Tigo! Tigo hebben! Tweede kies! Tweede Nou mensen,
mensen, we zijn aan het einde van de video gekomen. Paulo is de winnaar. Applaus voor Paulo. Ja! 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 Allemaal voor jullie heb ik het gedaan. Mensen, ook een applaus voor de goede keeper Tycho. Applaus voor Tycho. Tycho! Maar Paulo, ik wil een revenge. Maar hoeveel likes bij een revenge? Voor de 8k likes dan gaan we een revenge. Mensen, 8k likes? Ja! Vergeet niet te liken en te abonneren, zodat ik een revenge op Paulo kan nemen. Dankjewel voor het kijken.